Cassidy dan weer. I'm saving the world. Game on. Vraag maar af wanneer ik rank dan. Ja, dat vraag ik me ook al. Kan we 3 jaar doen of niet? Want jij komt meteen toen je opstaat in de rank? Ja, want dan komt dat ik ook al zo hoog level ben, hè? Ja, onzin. Maar we hebben wel een healer, dat is wel fijn. Ach, dat is een rookie. Ja, dit bedoelde ik dus. 2 healers, 2 DPS en 1 tank. Maar dan ben je als tank heel belangrijk. Ja. Dat is zweten. Ik voel me het hele potje al belangrijk. Grapje. Oh, ho, dan komt deze ego even naar boven. Ja, dat mag ook wel een keertje. Nee. Ah. Ego is nooit goed. Ik ben hacked, ik ben hacked, ik ben hacked. Och, hij kan natuurlijk hacken als hij nu onzichtbaar is. Ja. Oh, gast, hoe kan die gast nu al somber hebben? Dan heb je 115 potjes kunnen spelen. Dat was gestraft. Kan ook hetzelfde hebben als mij. Och, je hebt ook alle heroes natuurlijk. Ja. Maar dat vind ik eigenlijk best wel oneerlijk. Maar ik was ook gewoon gerust level 100 hoor, dus. 105 zelfs. Ik ben al bijna level 300. Mercy down. Kut, kut. Ja, goed, goed Mercy. Nou. Ja. Ik had het je kunnen vertellen. Dit spel speelt zo raar. Zo, dat klonk niet best. Als jij vaak tank wil spelen, moet ik een andere tank gaan meenemen in plaats van D.Va. Want nu hebben we eigenlijk helemaal niks aan D.Va. We hebben niks aan D.Va op dit moment. Ja, maar Ryze heb je ook niks meer aan, want die heeft geen shield. Ja, maar Ryze wel. Ja, maar die vind ik kut. Ja, maar dat is... Dit is geen D.Va map. Kijk, dat blokt die Sigma gewoon. Zo, lekker. Let's go, rennen! Was ik hacked? Waar is die? Moet wel even wat meters gaan inlopen nu. Waar is dat ding? Ja, ik ben hem aan het escorten. Maar dat is een kut somber, bedoel ik. Mercy down? Nee, Sigma, kom hier. Joe van mij. Hekt, het is letterlijk ik tegen een tank en een DPS. Heerlijk. Ja, dat is een hele goede ult van hem. Ik vind onze healers ook slecht. Ja, maar die sombere is goed, gast. Ja, maar hij kan hacken op elke manier en daar kunnen we nooit aan. Hij kan MH nu perfect kunnen doen, hackt hij me. Ja. Wat verwacht je dan van me? Ze hebben de eerste dingen al gehaald. Nou, ik zat ook alweer over tot ik met jullie meespelen.
We hebben weer gehackt. En hij staat weer in mijn rug. Kan je niet weer een keer potje met Sombra uit doen? Ja, dat kan. Wat moet ik zeggen, want dat ding is zo ongelooflijk goed geworden, deze fucking overwatch. Maar tanks ben je toch ook nodig? Ah, ik ga sowieso dood. Ik wil alsjeblieft Sombra. Ja, maar die zie ik nooit, want die gaat van mij weg. Dat is het probleem. Die kan altijd onzichtbaar zijn. Dat vind ik zo kut aan de Sombra. En dat is zo slecht aan het spel. De Mercy moet dood. Ja, ze heeft haar ult gedaan nu. Daar was ik ook al oprecht bang voor. Wie heeft haar ult gedaan? Nee, is dood hoor. Is dood, let's go, rennen. Rennen voor wat je baren. Kut robot. Ja, we mogen nog wel even wat gaan inlopen, ja. Maar ja, daar staat ze weer met die blokkade. Van die Sigma. Ja, maar ik vind het wel goed dat Sigma ook niet meer zomaar direct zijn barriers kan plaatsen. Nee, maar nu is Sombra te goed, Jason. Dit is wel weer een Sombra game, maar ik ben nooit een Sombra speler geweest, jij wel. Dus ja, we moeten weer gebruiken maar voor jou. Het is weer hacktime dus, dit over natuurlijk. Hallo. Kom testen. De door blijft staan, door blijft staan. Maar dat door dan een keer. Waar? Ben gehackt. Ja, stond maar rechts. Oké. Ja jongens, dat is niet te doen, maar die Sombra is overal gek. Die move nog sneller dan de Tracer, man. Mercy revive die Sombra. Hij heeft alle heal packs gehackt. Ik heb hem! Ik vond ineens achter hem. Wat staat nu voor? Vind ik ook wel een serieus knap comeback, want als je kijkt hoe ver dat ding nog moest. Level op met dat kudding. Ah, wat voor contest nu. Oh, Mercy erbij. Mercy down. Oh, Sombra gerek, maat. Oh, kan er niet twee spanderen. Procent nog. Oh ja. Ja, dat kan ik wel niet aangekomen. Die gaat zo. Hoeren, mercy op afstand. Ja, die... Ik vind het ook wel krap dat niemand in Overwatch komt. Ik zit nu al 2 minuten op 699 in queue. Goed. Ja, duurt. Maar eigenlijk vind ik ook dat ze op Sombra een cooldown hadden moeten doen voor hoe lang jij eigenlijk zo zichtbaar kon zijn. Ze hebben Sombra veel te goed gemaakt. Maar die cooldown was er ook altijd eerst, maar die is er al heel lang af. Godsamme. Ik kreeg 2 keer al een error achter elkaar. Ja, welkom bij Overwatch. Nu moet ik op 900 mensen wachten. Lekker.
Oké. Kiriko. Saria is Nederlander, hè? Is. Kunnen we nog een potje doen, Brie? Even kijken. Ja, joh.